Hoi hoi, leuk dat je kijkt. Wij rijden naar Leeuwarden. En misschien vraag je je af waarom. Alle kampeerbeddenheers die zijn toch in Noord? Nou ja, vandaag niet. We zouden eigenlijk vanochtend een opname gehad hebben met Truus. Zij was niet helemaal fit, niet helemaal gezond. En met deze coronatijden nemen we dan geen risico's natuurlijk. Maar vandaag stond ook op de planning om de familie Medendorp op te halen. En nu koppelen we twee dingen aan elkaar. Dus Dionne normaal gesproken achter de camera en nu achter het stuur. Even zwaaien naar de kijkers. En dat doet ze ook heel goed, net zoals het filmen tot nu toe. En wij reizen door. Vandaag de gast Theodor, die zal naast mij zitten zo. Nou, leuk dat je weer kijkt en tot zo. Voordat we zo meteen aankomen in Leeuwarden trouwens, ook vandaag zijn er weer reacties vanuit de gemeente en enkele afbeeldingen, foto's. Dus kijk ook daar tussendoor even naar, terwijl wij rustig doorrijden. Nog 29 kilometer tot Leeuwarden. Dag lieve broeders en zusters. Ik heb gekeken naar de preek van de week van Jeroen. En met Jurjan over de tent, de ark, het volk Israël in de woestijn. En misschien voelen jullie je ook wel eens een beetje als in de woestijn in deze coronatijd. En toch, God is erbij. Hij ging het volk Israël voor in een wolkolom. Zelfs met verlichting in de nacht. En overdag was het ook goed zichtbaar. Wat het volk moest doen, was achter Jezus aan. En wij zijn ook nu in een tijd van, ja, niet in een kerk, niet in een gebouw meestal, maar buiten. En dat is heel goed. En daarom vind ik die preek van de week van Jeroen altijd heel mooi. Want de laatste keer ook zat hij buiten met Jurjan. En op de achtergrond zie je jongens op een fiets. Mijn ervaring is ook buiten heb je gesprek met mensen en kun je iets delen van het evangelie. Benut deze tijd. Ga achter Jezus aan. We zijn pelgrims op deze aarde. Ons koninkrijk is niet van hier. We zijn onderweg. En nu op een beetje een andere manier. Maar we worden wel gedwongen om naar buiten te gaan. En dat vind ik het mooie aan de preek van de week van Jeroen. Dag! Voor ons aan. We zijn de laatste drie tellen en dan, als het goed is, staat voor ons het station. Het laatste stukje. Oh, ze komen net aan. Hoi Theodor, de vakantie zit er helaas voor jou weer op. Zeker, zeker. Ja, jammer, maar ook goed. Ook goed dat het weer voorbij is. Ja, we hebben het goed gehad. En op een gegeven moment als je een aantal dagen, weken vakantie hebt, dan voel je ook wel weer van, we zijn uitgerust, het is tijd om weer naar huis te gaan. Ja, ja. En wij gaan weer naar huis met de auto. Waar zijn we nu? We zijn nu in Leeuwarden, in een geweldig mooi stationsgebouw.
En ook nog van Leeuwarden naar Amsterdam terug te fietsen is iets te ver. Dus fijn dat Gianne en de meiden nu naar, met de trein kunnen. Ja. En wij met het busje. Hartstikke mooi. Ja, nou mooi. Fijn ook dat je op deze manier onze gast wilde zijn. Ja. Terwijl wij jullie ook weer ophalen. Dus wij gaan richting de auto. Prima. En dan praten we daar zo verder. Helemaal goed. Ga je mee? We zitten alweer op de helft van onze reis. We zitten nu midden op de afsluitdijk. Zeker. Met ergens zie je regen aankomen, maar tegelijkertijd schijnt de zon. Ja. Prachtig plekje. Ja, mooie luchten. Zou jij hier zo de lezing van vandaag willen doen? Ja, prima. Leuk. Bij de bladwijzer zit bijzonder. Dat is tekst. Psalm 84. Voor de koorleider op de wijs van de Gattische van de Koragieten een psalm. Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse machten. Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt. Bij uw altaren, Heer van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven. Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase. Rijke zegen daalt als regen neer. Steeds krachtiger gaan zij voort, om in Sion voor God te verschijnen. Heer, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed. Luister naar mij, God van Jacob. God, ons schild, zie naar ons om. Sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. Beter één dag in uw voorhoven, dan 1000 dagen daarbuiten. Beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen. Want God, de Heer, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de Heer. Zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. Heer van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt. Theodor las met ons psalm 84. Een van de eerste psalms die ik op school geleerd heb. Wij komen uit een beetje een traditionele achtergrond. En wij hadden op maandag altijd een overhoring van de psalm van de week. En 84 was een van de eerste. En ook als we een psalm mochten kiezen om te zingen, was 84 degene die ik koos. Omdat daar een voor mij goede vakantieherinnering aan vast zat. Wij waren jaren geleden in Frankrijk op vakantie, in het plaatsje Anduze. En daar gingen wij op de zondag altijd naar de kerk. Uit heel de regio Zuid-Frankrijk kwamen dan Nederlandse christenen in datzelfde kerkje. Maar ja, niet alleen mensen waren daar. Er vlogen namelijk ook letterlijk vogels door de kerk heen. En terwijl ik daar in die kerkbank zat, zag ik een vogelnestje. Nou, en sindsdien heeft deze tekst voor mij een extra betekenis gekregen. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw, die legt zijn jongen neer. Iedere dag waren die vogels in de kerk, die konden in en uit vliegen. Vandaar dat deze psalm mij nog altijd tot de verbeelding spreekt. En vers 3 zingt over die vogels, maar vers 3... Het vers ervoor, daar zo schrijft de psalmdichter over het verlangen wat hij heeft om te zijn in het huis van God. Zijn ziel, zijn hart, zijn hele lichaam schreeuwt om in de voorhoven te zijn van de tempel. Gelukkig die wonen in Gods huis. Een verlangen om daar te zijn. En dat verlangen, dat herken je misschien helemaal niet. Ik was mezelf nooit zo heel erg bewust van dat verlangen. Totdat we tijdens de corona 15 weken lang niet naar de kerk konden. Dat die deuren gesloten waren.
Nou ja, en dat we dus letterlijk thuis zaten te kijken. Een beetje zoals we dat nu vandaag hebben. Maar voor de zondag vond ik dat lang. Ik ben blij dat het nu ondertussen ook weer, dat we weer op zondag samen kunnen komen. Maar in de ochtend is het nog op inschrijving, in de middag is het nog in de school. Maar ik hoop dat jij ook het fijn vindt om er weer te zijn. En als je misschien nog niet geweest bent, dan hoop ik dat je snel weer langskomt. De allereerste zondag dat we weer open gingen, toen was ik leiding van dienst. En de hele zondag en de dag ervoor ook al had ik Psalm 122 in mijn hoofd. Daarvan het eerste vers. Ik was verheugd, ik was blij toen ik hoorde dat we weer naar het huis van de Heer, het huis van God mochten. En misschien is dat een beetje het gevoel wat je herkende. Gelukkig wie wonen in het huis van God, gedurig mogen ze u loven. Boven de psalm staat dat het een psalm van de Korachieten is. En de Korachieten, dat is een groep vanuit de Levieten. Een deel van het volk wat het nageslacht is van de zoon Levi, de zoon van Jacob. En de Levieten, die deden dienst in de tempel. En de Korachieten dan in het bijzonder, die zongen. En die schreven onder andere ook meerdere psalmen. Psalm 42 tot 49 zijn van hun en dus ook deze psalm van vandaag. Zij hadden in toerbeurt dienst. Zoals wij ook iedere zondag verschillende muzikanten hebben of een verschillende spreker, waren zij om dezelfde tijd aan de beurt. En in die tijd woonden ze dan ook om de tempel heen, terwijl ze door het hele land konden wonen. Maar gelukkig om in het huis te wonen en om daar te loven, schrijft deze groep Levieten. En ik moest eraan denken dat het zo raar was dat we toen wel weer naar de kerk mochten, maar nog niet mochten zingen. Gelukkig die naar de kerk mogen, maar nog niet kunnen zingen. Dat voelde een beetje raar. En ook in de periode daarvoor, toen we wel zondags filmpjes hadden, maar om dan thuis alleen te zingen. Of misschien kom je nog niet in de kerk, maar volg je wel weer de livestream. En zit je daar toch een beetje raar thuis in je eentje te zingen. Het is goed om samen te zingen en God groot te maken. Luther die zei, zingen is twee keer bidden. En soms liggen de woorden die op een wijs gezet zijn door iemand anders, vertalen die echt het gevoel wat jij hebt. En ik woon niet in de kerk, maar vanuit de stage heb ik wel de sleutel van de kerk. Zoals trouwens veel mensen in Hoop van Noord een sleutel hebben van de kerk. En dat vind ik bijzonder, dat ik gewoon wanneer ik wil zomaar de kerk in kan gaan. En vorige week zei ik dan wel, nu Jezus geweest is en dat via de Heilige Geest God overal aanwezig is, toch is nog steeds de kerk een bijzondere plek waar God woont. En deze week heb ik letterlijk eventjes midden in de kerkzaal gezeten, toen ik in het kantoortje bezig was, eventjes koffie gedronken, midden in de zaal op de koffie bij God. En dat vond ik bijzonder. Terwijl God ook thuis is, maar dan nog verlangde ik ernaar om, mijn koffie midden in de kerkzaal te drinken. En tegelijkertijd moest ik denken aan Barend, de oudste dopeling van Hoop van Noord, die afgelopen jaar overleden is. Ook hij had echt in de Kruiskerk zijn eigen plekje. Zijn eigen plekje die misschien nog wel meer als thuis voelde voor hem dan zijn eigen huis. Als je hem kent, weet je vast wel op welke plek hij altijd zat, zijn koffie te drinken en een praatje te maken. In het huis van God echt jou thuis hebben. De psalmdichter schrijft, beter één dag bij God aan de drempel dan 1000 dagen daarbuiten. Beter in Gods huis dan in de tenten van de goddelozen. Het klinkt prachtig en dat geldt, dat voel je misschien ook soms wel. Maar tegelijkertijd is het ook, iedere dag in de kerk of iedere dag. Of je hoort ook veel dat mensen nu zich afvragen, komt iedereen wel terug zometeen? Als alle coronamaatregelen voorbij zijn, wil iedereen wel terug naar de kerk? Zijn er geen mensen achtergekomen, thuis kan ik ook best geloven. Aanmelden, bij sommige kerken loopt het echt geen storm. En misschien herken je dat gevoel, maar ik hoop dat je eigenlijk veel meer dat gevoel herkent van de psalmdichter. Die het uitzingt van, ik verlang naar
het huis van God. Ik verlang om te zijn bij God. Ik verlang naar die plek samen met alle andere gelovigen. En ik denk dat wij ergens ook niet pakken hoe bijzonder het was in die tijd om naar het huis van God te gaan. In de tijd dat deze psalm geschreven is, was het huis van God in Jeruzalem. En ook de synagoges, waar later Jezus ook wel in spreekt, die waren er toen nog niet. Dat is pas iets van na de ballingschap. En wij voelen niet aan hoe het geweest is om naar de grote feestdagen te gaan. Om met z'n allen naar het huis van God te gaan. De plek waar God woont. De God van Israël, vorige week hadden we het daarover. Over het gouden kalf wat gemaakt werd. Maar God was niet af te beelden. En alle goden eromheen wel. Van de andere volken. Die hadden ook thuis hun eigen tempeltje en hun eigen beeldjes. Maar voor de God van Israël moest je naar de tempel toe. En vandaag de dag dus overal kerken. Je kan kiezen uit die kerk of uit zo'n kerk of uit zo'n kerk. En dat maakt ons ergens wel heel kritisch, denk ik. Kritisch omdat we misschien zeggen, nou, thuis kan ook best. Waarom die kerk, die kerk? Maar de dichter zingt het uit van ik verlang ernaar om in Gods huis te zijn. Om te zijn bij God. En die plek waar het allemaal gebeurt, waar geofferd werd, gebeden werd, gezongen werd. Daar te zijn waar God is. En ik zei het net al en vorige week ook, na de tabernakel kwam de tempel en daarna kwam Jezus zelf naar deze aarde. Immanuel, Jezus, God dichtbij. En sinds de dood van Jezus aan het kruis waar we het vorige week over hadden en de opstanding, sindsdien komt de gemeente, de volgelingen van Jezus, de gelovigen, komen samen op zondag. En ze komen samen in kerken, maar ze vormen samen ook de kerk. Ze vormen het lichaam van Jezus. Het lichaam, wat misschien een beetje abstract klinkt, maar samen alle gelovigen vormen de kerk. Niet alleen het gebouw, de kruiskerk of een andere kerk. Maar samen vormen we de kerk waarvan Jezus het hoofd is. En ik hoop dat je wel verlangen voelt om daar onderdeel van uit te maken. Om daarbij te zijn. Terwijl je misschien ook wel juist terugkijkt op een coronaperiode waar je je misschien eenzaam gevoeld hebt. Gedacht dat je onderdeel was van een geloofgemeenschap, maar teleurgesteld bent omdat je misschien minder contact hebt gehad dan je wilde. Of misschien al van voor de corona dat je weinig leeftijdsgenoten tegenkomt. Welke kerk is nou echt ideaal? Nou, ik denk dat de ideale kerk hier niet is. Alle kerken zitten een beetje ideaal in, maar geen één kerk is echt ideaal. Maar dat we samen verbonden zijn, dat is kerk. Ik wil nog heel even namelijk met je kijken naar vers 5 en 6. Gelukkig wie wonen, gelukkig wie toevlucht nemen, gelukkig wie, gelukkig die. Dat is steeds enkelvoud, een individu. En ik geloof dus dat jij en ik en ieder mens in principe bedoeld is om in contact te staan met God. En dat Hij er voor jou is. Maar de tekst gaat steeds weer door. Zij mogen u loven. Zij trekken door een dal van doorheid, maar zij gaan steeds krachtig verder. Jij gelooft, maar het is ook wij geloven en wij gaan samen. En ook wij gaan door een dal heen, door een moeilijke periode, maar wel wij samen en wij gaan weer door. Om samen, nou ja, voor de tijd van de Bijbel in Jeruzalem te komen. En wij zien uit naar een hemels Jeruzalem, waar dan werkelijk we met z'n allen bij elkaar zullen zijn. En waar Jezus echt in het midden zal zijn. En daar verlangde de psalmdichter al een beetje naar, maar dan naar de tempel. En wij verlangen nog verder. En ik hoop dat dat verlangen, dat je dat in deze psalm proeft, maar dat je dat ook in je leven mag proeven. Amen. Jij las de psalm met ons en boven de psalm, ik haal het in de overdenking ook aan, staat een psalm van de Korachieten. Die dienst deden in het huis van God. Yeah, yeah. Jij doet ook dienst in een godshuis, niet in de tempel, maar in Hoop van Noord. Hoe is dat voor jou om in een huis van God dienst te doen? En hoe vergelijk je dat met het grotere huis van God? Ja. Nou, ik merk dat ik
als je veel uren in de week bezig mag zijn met het huis van God. En ik denk bij het huis van God dan eerst toch wel aan de gemeenschap van mensen of contact met mensen. En dat vindt inderdaad in een gebouw plaats. Ik ervaar het wel als een voorrecht. Dus dat ik realiseer me dat, zeker voor de coronaperiode, als je dan bij de deur staat en je kijkt allemaal mensen even in de ogen, je schudt handen, je maakt een praatje, dat je op heel veel manieren heel dicht bij mensen mag staan en veel van mensen weet. In hele verdrietige tijden, in hele mooie tijden en alles wat er tussenin staat, delen mensen dingen met je die heel belangrijk voor ze zijn. En dat gaat erover vaak een combinatie van hele belangrijke dingen in het leven en God. En dat is eigenlijk ik vind het heel mooi om daarbij te mogen zijn. En te luisteren, te vragen te stellen, te mogen bemoedigen, iets mee te geven, te bidden. Ja, dat is wel echt een voorrecht. Ja. En ik realiseer me dat ik meer dan gemiddeld allerlei mooie verhalen, ook door moeilijke dingen heen, ook hele mooie dingen mag zien en ervaren van God. Ja. Juist door de ontmoeting met mensen. Ja. Maar dan werk je nu ongeveer, volgens mij is het alweer 4, 5, 6 jaar? 6 jaar. Zes jaar. In de Kruiskerk. Ja. Daarvoor op een andere plek. Je komt zelf weer ergens anders vandaan. Ja. Allemaal verschillende huizen van God. Ja. Hoe heeft God zoveel huizen? Zit daar verschil in voor jou? Het verlangen, ken je dat? Naar, dat het echt Gods plek is bij de ene kerk meer dan bij de ander? Je preekt in veel kerken. Ja. Nou, ik ben door de coronatijd ben ik me wel meer gaan realiseren dat het kerkgebouw, dat het toch belangrijker is voor veel mensen, maar ergens ook wel een beetje voor mij, dan ik had gedacht. En het heeft misschien niet zozeer te maken met het gebouw zelf, maar het feit dat je in dat gebouw met mensen mooie dingen met elkaar meemaakt. Dat je daar met elkaar zingt, dat je daar met elkaar dingen deelt. Dat je daar met elkaar naar woorden van God luistert. Dat je daar met elkaar kijkt naar mensen die gedoopt worden in de naam van Jezus. Dus een soort combinatie van in dat gebouw vinden allerlei dingen plaats. Waarbij het gaat over relaties tussen mensen en relaties met God. Ja. Dus daardoor krijgt dat gebouw iets belangrijks. En tegelijk ervaar ik ook altijd, en dat blijf ik wel heel bijzonder vinden, dat op welke plek je ook komt om te preken of om een dienst te leiden of iets anders, dat er al heel snel, ook met mensen die je niet zo goed kent, wel een soort verbondenheid is, omdat je verbonden bent in de naam van Jezus. En ik heb het ook al eens een keer in een preek verteld, dat ik als student, met een aantal andere studenten, waren een keer in Engeland op vakantie en ik kwam in een heel klein kerkje en er was een wat oudere man en was echt wel wat vergrijzend kerkje. Veel oudere mensen en die man die was ook verantwoordelijk voor de tieners. En toen gingen we weg en ze waren helemaal onder de indruk dat wij als jongens opeens die kerk binnenkwamen lopen. En toen begroeten we ook een beetje en bemoedigden we ook een beetje en toen zei hij tegen ons van als christen ben je nooit alleen. En hij bedoelde daarmee van als christen ben je nooit alleen, van God is erbij, waar je ook bent. Maar ook wel van overal op de wereld lopen mensen rond die ook volgeling van Jezus willen zijn. Ja. En op het moment dat je elkaar ontmoet, gebeurt er iets. En is er een soort verbondenheid. En dat blijf ik al heel bijzonder vinden. Ja. Ja. En natuurlijk is het wel zo dat op het moment dat ik in Hoop voor Noord ben en nu zeker na 6 jaar mensen beter kennen, de meeste mensen, er allerlei dingen gebeurd zijn, meegemaakt heb, ik heb ook wel weer zin om er weer te zijn. Ja. En om weer mensen te ontmoeten en te spreken van dat is mijn familie. Ja. Of bijvoorbeeld in de buurt, als we als buurtgroep bij elkaar zijn, van weer met de buurtgroep bij elkaar. Of even weer, hey, hoe is het met je? En dit is mijn geestelijke familie. Ja. Dat is wel sterker dan als je ergens anders. Maar ondanks dat kun je wel snel een verbondenheid voelen. En ik realiseer me ook dat ook daar op die plekken waar ik als gastspreker kom. Of gastpredikant, zeg maar. Dat ook daar mensen heel veel met elkaar hebben. Ja. Dat ze daar met elkaar optrekken, et cetera. Ja. Dat verlangen waar de psalmdichter dus over zingt. Is dat voor jou dan vooral een verlangen inderdaad naar mensen? Naar mensen om je heen? Of ken je ook inderdaad iets van het verlangen naar het gebouw, naar de rust, de stilte, de heiligheid wat daarin kan hangen?
Ja, allebei wel. Sowieso, ik vind het leuk om contact te hebben met mensen. Dus sowieso een verlangen leuk om mensen weer te zien. Ja. Maar soms heb je juist ook wel even behoefte. En daar is zo'n vakantietijd ook wel goed voor. Van even niet. Niet constant mensen ontmoeten. Of niet constant gevoel hebben van dat je iets moet geven. Ja. Ik vond het verrassend. Afgelopen vakantie hebben we en mensen uit Hoop van Noord, Marjolein en Gideon. Maar ook familie, vrienden ontmoet. En dat was eigenlijk ook wel heel erg leuk. Het was ook een soort verbondenheid met elkaar. Dingen met elkaar praten, met elkaar meemaken. Ja. Maar soms heb je ook momenten dat je juist even niks wil hebben. Dat je wil dat het stil is. En dan kan een leeg kerkgebouw, een leeg heilig gebouw ook heel, heel prettig zijn om je op die manier op God te kunnen richten. Ja. Maar het verbinden is... Het is, ik vind het mooi, zeg maar, ook al in die psalm, zeg maar, het verbinden is wel dan in het samen optrekken met mensen, merk ik ook dat ik ook daarin dingen van God ervaar. Of in de stilte, of in het stilzijn kun je je richten op dingen van God. Dat is een beetje de verbindende factor, zeg maar. Ja, ja, ja. Is dat ook wat je bedoelde met in een van de coronapreken zei jij, de kerk is eigenlijk nooit dicht geweest. Hij is altijd open geweest, terwijl letterlijk wel de zondagen de kerk dicht was. Nu die weer open is, hoe belangrijk vind je het dan ook dat mensen weer die weg vinden naar de zondag? Of is die, hij is toch open geweest, het is niks veranderd? Ja, ja. Ik zou heel erg denk ik, dat ik... Wat ik zij door de coronacrisis heb ik ontdekt, zeg maar, dat het kerkgebouw en kerkdiensten belangrijker zijn voor veel mensen en ergens ook wel voor mij dan ik had gedacht. Dus ik hoop, zeg maar, omdat samen zingen, samen bij elkaar zijn, samen koffie drinken, samen luisteren naar het woord, samen van dingen getuigen zijn, daar gebeurt ook iets. Daar is God werkt daar doorheen. In de naam van Jezus bij elkaar zijn. Ik geloof dat opbouwend voor je geloof kan opbouwend zijn. En toch, daarnaast, zeg maar, wat ik heel belangrijk vind, wat ik ook heb ervaren, is dat juist gewoon de onderlinge contacten door de weeks, dat die minstens zo belangrijk zijn en misschien nog wel belangrijker. Dus dat je het allebei nodig hebt. Die momenten dat je samen viert, dat je samen zingt, dat je samen aanbidt. Ja. Maar dat het bemoedigd worden door iemand die iets bemoedigends tegen je zegt door de week. Of met wie je een heel goed gesprek hebt. Of met wie je een wandeling maakt en het over God heeft. Of die je de juiste vragen stelt. Dat is voor mij op een andere manier net zo waardevol en net zo belangrijk. Ja. Dus ik hoop ook echt dat mensen die betrokken zijn bij Hoop voor Noord heel intensief of misschien in een iets lichtere vorm. Ja. Dat ook door blijft gaan. Dat door de week ze in verschillende groepen of één op één contacten, dat mensen daarin ook iets opbouwen met elkaar van, en daarin iets ervaren van God. Ja. Ja. Ja, en daarin is dan de kerk eigenlijk niet een kerk van stenen, maar veel meer gemaakt van mensen die met elkaar in verbinding staan. En wat dat betreft kan je eigenlijk niet geloven zonder kerk. Want als je gelooft, ben je onderdeel. Ben je een steen. Ben je een mens van de kerk. Ja. Dus ben je inderdaad, wat die man in Engeland zei, sta je nooit alleen en ben je verbonden met elkaar. Ja. Ja. Ja, wat ik ook over die verhalen zei van... mensen zijn ook allemaal heel verschillend. Dus mensen hebben ook verschillende ervaringen met God. Of hun levens verschillen ook van elkaar. En ik vind het zelf... Dat komt misschien ook waarmee ik begon. Doordat ik een voorganger ben. Dat ik daar ook iets meer mee bezig ben. Ik kan zelf ook enorm bemoedigd worden door de verhalen van anderen. Die ik niet meemaak. En in mijn leven. Omdat ik niet op die plekken kom. Of niet zo in elkaar zit. Of niet dat beroep heb. Ja. Maar die verhalen mag ik wel horen. En dat wens ik gewoon iedereen in Hoop voor Noord toe. Dat we elkaar verhalen vertellen over de worstelingen die we hebben met God en de mooie dingen die we ervaren met God. En dat je door die verhalen heen, je mag ervaren van God is er. En nu heb ik weer iets gezien van God, ook al heb ik dat zelf niet persoonlijk meegemaakt. Maar hij wel en hij vertelt het. Wow. Ja, ja, ja. Ja,
Mooi, ja. Ja, en zo, zo ben je dus eigenlijk alweer soort van bijna aan het werk, terwijl je nog niet eens thuis bent van je vakantie. Ja, nee, dit is wel een... We zitten op de Afsluitdijk, ja. Dus we zijn nog niet in Amsterdam. Maar dit is wel een mooie voorbereiding, ja. Ja, dat is, ja, ja. Ja, 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 ja. Maar dankjewel dat het... Dat we samen dit gesprek hebben kunnen hebben. Ja. Maar dat klinkt bijna alsof we al afscheid gaan nemen. Maar we gaan eigenlijk gewoon weer de bus in. Ja, precies. Dankjewel voor dit gesprek. Ja, is goed. En wij praten zo weer verder. Graag gedaan. Geworden, maar dat was wel vrij traditioneel. Wat misschien de overeenkomst is, zeg maar, wat ik wel heel heb gewaardeerd in mijn jeugd, is tijdens de ziekte van mijn vader en het overlijden van mijn vader, dat ik zo'n echte kracht van de gemeenschap heb ervaren. Dus het enorme meeleven van mensen, de bemoedigingen die ze doorgaven, woorden van God, de hulp. Het koken, de kaartjes, het willen autorijden, het gebed. Ja, en ook wel dat iedereen elkaar allemaal kent, denk ik. Hè? Je gaat met elkaar wel weer heel ver terug of zo met de geschiedenis. Tenminste, dat vond ik bij mijn vader. Als ik in Ede ben, alles en iedereen weet wie het is, weet wie het was. Je hebt met heel veel mensen, mijn ouders zaten daar ook hun hele leven al. Ja. Dus je hebt gewoon heel veel geschiedenis samen. Ja, ik kom dan uit Assen, dus ook iets meer, formeel is het een stad, maar iets meer een dorpscontext. En dan heb je inderdaad wel, dat doordat mensen daar veel meer langer wonen en ook generaties, ja. Dat je dan ook veel met elkaar deelt inderdaad, klopt. Ja, ja. Wat wel mooi was, en dat overstijgt dan ook alweer het gebouw, maar dat is wel een beetje een soort combinatie van... Ik preekte weer eens een keer in Assen, niet in het kerkgebouw waar ik in mijn jeugd naar de kerk ging, maar gewoon in een ander gebouw. Maar daar waren wel heel veel mensen aanwezig die ik uit mijn jeugd kende. En sommige ouderen die waren nog ouder geworden en sommige leeftijdsgenoten die waren ook volwassen geworden, net als ik. Wat ik heel bijzonder vond na de samenkomst, een hele mooie samenkomst geworden. En ik merkte ook dat het echt wel bijzonder was om te preken voor mensen die je al wat langer kent uit je jeugd en die je de hele tijd niet hebt gezien. Maar toen kwam er de afloop kwam er een man op me af, die ik kende als jongen, leeftijdsgenoot, met wie ik echt ook wel een soort negatieve ervaring had. Daar had ik ooit een keer ruzie mee gehad en hij had me echt een beetje gekleineerd en ook echt een beetje fysiek, hadden we ook echt een beetje gevochten. En echt zo'n jeugdherinnering, maar het was gewoon niet leuk. En dat, als ik aan hem moest denken, dan zat ook altijd die herinnering ervoor. Ja. Maar hij kwam op me af en hij deelde iets van wat hij mooi had gevonden in de samenkomst en in de preek. En er bleek echt iets uit van, ik ben ook christen en ik ben ermee bezig en ik vind het mooi. Dus we deelden echt iets op hartsniveau. Ja. Hij gaf iets heel moois terug. Ja, dat vond ik zo bijzonder. Dat er toen, dat was ook een beetje een soort genezend voor die, dat als ik nu aan hem denk, denk ik aan die ervaring. Dat we even dat korte gesprekje wat na de samenkomst hadden van, hey, leuk elkaar weer te zien. En wat prachtig wat in deze samenkomst, wat ik hoorde. En dat heeft dit met me gedaan. Ja. Dat staat voorop. En niet langer die jeugdherinnering van... ik zal het woord maar niet noemen. Die gozer die mij toen. Met wie ik gevochten heb, zeg maar. Ja. Nou, mensen, moeten jullie eens even kijken. Even kijken. Tijd voor koffie. Wij gaan eventjes een bakje koffie doen. Tot zo. Thank you.
wou ik van uw huis, Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleiding van de Heer. Diep in mijn lijf is zo'n heimwee, zo'n blijvende sfeer om de levende God. Een vogel is het thuis. Waar de voet hij om en om, bij u onder de pannengrond. Door en bij u is een zegen, zo'n blijvende kans om te zingen voor u. Gelukkig wie naar u, vol van verlangen op weg zijn. Zelfs in het door een boom en daar. Van zegen tot zegen, en God die verschijnt in zijn heilige stad. En God die kijkt naar mij, Heer van de hemelse legers. Ja, lieverleen dat ligt bij u, een duizend dagen zonder u. Liever bij u aan de tempel, zij in een duisterend veld. De Heer beveiligt ons, eer en geluk zal hij geven. Hij heeft zijn liefde nooit ontzet, aan mensen eerlijk onderweg. Heer van de hemelse legers, gelukkig zijn zij die vertrouwen. Nou, de familie Medendorp is weer thuis. Ik pak hem nu even zo met mijn mobiel. Het was een beetje een vlog vandaag. Hij is erg lang geworden ook, denk ik. Goed dat je afgekeken hebt. Het was een mooie rit vandaag over de Afsluitdijk. Een mooie overdenking. De vakantie van de familie Medendorp zit erop. Hun trekt toch met de fiets. Wij trekken nog één aflevering door. Volgende week nog één keer kampeer met de Heer. Terwijl Dionne nu heel goed bezig is en aan het tanken is. Wij gaan de auto terugbrengen. En zien jullie volgende week. Leuk dat je weer gekeken hebt. Doei doei!